Schiphol. Waar dagelijks honderden toeristen worden opgelicht door obscure types gehuld in gele en oranje taxihesjes. Passagiers worden meegelokt naar onofficiële taxistandplaatsen waar vervolgens ritjes worden aangeboden tegen woekerprijzen. Ook wij van Poont trokken een geel hesje aan en gingen eens kijken of er iets te ronselen viel. Hallo, hebt u een taxi nodig, mevrouw? Ja, nee? Worden foto's van mij gemaakt nu? Ja, ik heb je voor het eerst gezien. Vrije markt, hè? Taxi. Ja, ik ben nieuw. Onze ronselaar wordt al snel opgemerkt door de andere ronselaars. En het duurt vervolgens niet lang alvorens de marechaussee wordt getipt. Mag ik vragen wat u hier doet? Heeft u voor mij iets van legitimatie en een chauffeurspas bij? Waarom willen jullie eigenlijk mij dan wel controleren en de jongens niet? Want dat is omdat jullie die al... Het enige die ons opvalt. Oké. Okay. Gewoon... Je zit van een chauffeurspas. Nee, ik ben geen chauffeur. Ik ben geen taxi. Dat is een feit dat ik zie gewoon aan het snorren zijn. Het is 13 over 7 bij deze bent u aangehouden. Aangehouden? Ja, voor het wet persoonsvervoer, het overtreden van het wet persoonsvervoer. Ik ben namelijk niet in bezit. Ik heb toch niemand in het taxi. U heeft geen taxi gezien. Ik loop hier gewoon. Ik heb u meerdere keren gevraagd of u een taxi wilde. U bent nu van uw vrijheid ontnomen. Ja? Dus dat houdt in dat u met ons meegaat naar het bureau. Gaan we u insluiten. Moet u voorgeleid bij de hulpofficier van justitie. Insluiten? Ja. Hebben jullie nou gewoon de verkeerde persoon gearresteerd? Ja. Want ik denk dat daar wel foute jongens tussen staan. Ja, dat weten wij ook. Waarom doen jullie daar niet wat aan dan? We doen er wel wat aan, maar als zij een taxipas hebben en de wet zegt dat het dan wel mag. U liep vlak achter mij of zo? Wij liepen in de buurt. We hebben meerdere mensen horen zeggen dat u daadwerkelijk een... Dat waren de jongens met die andere hesjes. Volgens mij zijn dat de figuren die u moet aanpakken. Nou ja, u biedt ze nu ook aan. Ik ben weer vrij na 3 uur te hebben vastgezeten in de cel van de Koninklijke Marechaussee. Het is natuurlijk te belachelijk voor woorden dat ik word gearresteerd notabene, terwijl de gasten die naast mij staan de daadwerkelijke ronselaars zijn en mensen in de krochten van deze parkeergarages meeslepen naar taxis waarin die toeristen opgelicht zullen worden. Blijkbaar hebben de echte ronselaars hier nog gewoon vrij spel. Ja, het zelf ronselen was duidelijk geen succes. En daarom besloten wij een aantal lokchinezen in te zetten. We lieten ze los op Schiphol en al snel was het raak. Taxi. Taxi. You looking for a taxi? Okay, then you can come this way. Via een ronselaar zijn de dames nu in een grijze Mercedes terechtgekomen. Die gaan nu naar het hotel. Een ritje van 20 minuten. En normaal gesproken zou dat 35 tot 40 euro moeten kosten. Het lijkt erop dat de taxi nu omrijdt, want we hadden de vorige afslag moeten hebben. We gaan totaal de verkeerde kant op. We rijden nu zeker al een kwartier extra rondjes. De meter loopt ondertussen gewoon door. Waarom rijdt u een kwartier lang over deze rit? Wat? U rijdt gewoon 10 minuten tot een kwartier rond. Nee, helemaal niet 10 minuten kwartiertje. Helemaal niet waar. Dat is niet waar. Nee. Ik heb korting gekregen van me. 50 euro. Vast op de dag. Dat is een ritje van nog geen 35, 40 euro? Nee, absoluut niet. Ik heb alleen 3 euro meer gereden, maar ik heb al ook haar korting gegeven. Ik heb 50 euro vast op de dag gegeven. Dat is aardig van je. Ja. Dankjewel. Met de hulp van ronselaars worden onwetende toeristen op grove wijze opgelicht. Taxiprijzen worden halverwege de rit verhoogd. Mensen worden bedreigd als ze niet willen betalen. En de taximeter, als die al aanwezig is, wordt gemanipuleerd. Hoogste tijd dus voor de lokchinees. Waar rijden we van? From Hong Kong. Hong Kong, ja. Yeah. Vacation. Ja, vacation. How many do we... Totally 89 totally. 89? Yeah, and 89 totally. You need the receipt also. 89, so expensive. And 89 cents, eh? Huh? Oh. So, 6, look. In totally 69 euros and 89 cents totally. In 69 euros and 90 cents. Wow, that's a that's. But it's not the normal price. 69 and 89 cents. Waarom reken je 70 euro voor zo'n ritje? 65 euro, grapje. Dat is een ritje van nog geen 30 euro. Waarom reken je zoveel geld? Hey. Waarom reken jij zoveel geld voor zo'n ritje? Pas op.
Waarom reken jij zoveel geld voor zo'n ritje voor die dames? Laat hem gaan. Echte taxichauffeurs zoals deze hebben heel veel last van het taxituig op Schiphol. Ja, ik ben ook. Tuurlijk ben ik boos van. Want de klanten worden opgelegd. Hij vraagt 70 euro voor een ritje van 20 minuten. Is meer dan dubbel. Meer dan dubbel? Ja. Wat vind je van zulke taxichauffeurs van dit soort taxituig? Ik vind het gewoon een klote regeling. Dus ze moeten zich gewoon echt hard aanpakken op Schiphol. Ik kan me daar echt helemaal kapot aan ergeren. Dat je eerste kennismaking is met Nederland. Dit is ook makkelijk op te lossen. Je moet gewoon die taxiwet zo opschrijven dat dit niet meer kan. Er is een ernstige imagoschade ook. Niet alleen voor Schiphol, voor Amsterdam, voor de taxibranche, maar ook voor heel Nederland. En ik vind ook dat de regering zich hier langzamerhand mee moet gaan bemoeien. De staatssecretaris Dijksma is mijn taxichauffeur. En zij moet die wet aanpassen. Opnieuw gedonder bij de taxis op Schiphol. Ja, ik hoor het en dat bevalt me niks. Het zijn in mijn ogen toch een soort maffiapraktijk. En daar moet echt een einde aan komen. Zo lastig zou het toch misschien moeten zijn? Want je veegt die 30 weg om de zoveel tijd en je bent klaar. Ja, ik ben het ermee eens. Dat zou ik moeten. En de vraag is ook van wat gebeurt er dan nu niet als ik nodig ben. Bijvoorbeeld doordat de wetgeving moet worden veranderd om die aanpak beter te maken. Dan sta ik daar zeker open voor.